De instabiele wisselkoers is voor de consumentenkring nog steeds een heet hangijzer. Voorzitter Albert Alijnen vindt het belangrijk dat de overheid in het nieuwe jaar aandacht hieraan besteedt. Gebeurt dat niet, dan zullen de gevolgen voor consumenten niet te overzien zijn. Doordat die koers instabiel is, dan ben ik bang dat we in die vicieuze cirkel zullen blijven. Want dan zullen we steeds als consument geconfronteerd worden met veranderde prijzen. En het liefst dat ze omhoog gaan. Want we zien nooit dat die prijzen omlaag gaan. En dat is een probleem. Als je mij vraagt, zeg ik, men zal eerst moeten werken aan stabilisatie van de koers, ja, voordat men dus verder gaat. Alijnen zegt dat het afgelopen jaar heel moeilijk is geweest voor de consumenten vanwege de vele prijsverhogingen. De op handen zijnde maatregelen die zullen voortvloeien uit de samenwerking met het IMF maken de noodzaak van een stabiele wisselkoers nog groter. We beseffen aan de andere kant dat men probeert om zaken op orde te zetten, maar dan moet dat toch op een betere manier gebeuren. De manier hoe, hoe men dat nu probeert te doen, is niet goed. Ik denk dat je juist die stabilisatie nodig hebt om het IMF-programma goed te kunnen uitvoeren. En dat is precies waar men naartoe gaat. En men wijkt er steeds vanaf. Kijk, het vervelende van de situatie is dat er figuren zijn in die samenleving die steeds roepen om vrije markt moet er zijn en noem maar op. Maar het zijn dus diezelfde mensen die op de loer zitten om wanneer het hun goed uitkomt, om die koers omhoog te stuwen. Dat was Albert Alijnen, voorzitter van de Consumentenkring. Hij blikte kort vooruit op 2021 ten aanzien van de belangen van consumenten.